Als jij mij kritiek geeft, dan kan ik dat. Ik vind het prima, stel maar kritische vragen. Dat is alleen maar mij beter te maken. Ik doe dat namelijk ook bij anderen. Dus als je met mij wil merken, moet je ook wel redelijk stevig in je schoenen staan. En niet in paniek raken als ik drie kritische vragen stel. Daarom vond ik het zo belangrijk om Nederlands te gaan praten. Dus iedereen sprak Engels, Hoe kwam dat? Door die Nederlands. internationale ambities? Ja, sommige mensen zullen me ook wel een tough lady vinden, omdat ik ook wel gewoon denk, ja, er valt meer uit te halen. Het is niet goed genoeg. Het gaat weer goed met HEMA. Ik spreek met Saskia Egas-Riparaz, de CEO van HEMA. Wat heeft zij veranderd in het bedrijf? Wat zijn haar plannen? En hoe ziet zij retail in de toekomst? En we besteden ook nog aandacht aan vrouwelijk leiderschap. Wil je mijn podcast steunen? Abonneer je dan op mijn kanaal. Dit is de Kitty Koelemeijer podcast en hier is Saskia Egas-Riparaz. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Hanshow, wereldspeler op het gebied van de ontwikkeling en productie van geïntegreerde elektronische schaplabels en digitale winkeloplossingen. Hanshow loopt voorop als het gaat om het stroomlijnen van operaties, het optimaliseren van prijsstrategieën en hyperpersonalisatie. De oplossingen van Hanshow zijn gericht op het verbeteren van de klantervaring, het optimaliseren van de efficiëntie in de winkel, het bevorderen van merktrouw en het ontwikkelen van gerichte retailmediacampagnes. De oplossingen van Hanshow worden wereldwijd gebruikt in een groot aantal winkels in meer dan 50 landen. Saskia, waarom wordt HEMA weer succesvol? Nou, omdat HEMA alleen maar weer zichzelf hoeft te zijn. Hè, en doen waar we eigenlijk al 100 jaar vreselijk goed in zijn. En dat is hele mooie producten tegen goede kwaliteit, tegen een hele scherpe prijs verkopen. En dat dan ja, op een moderne manier. En dat zit zo in de kern van het bedrijf, zo in de genen, dat ik alle vertrouwen heb. En dat zie ik ook, dat we onszelf weer aan het herpakken zijn. En dat heb je een beetje laten, dat is de afgelopen jaren een beetje in de klad geraakt, hè? Waar HEMA zo goed in is. Nou ja, wat je ziet is dat we zijn de laatste jaren wat klanten, we waren de afgelopen jaren best wel wat klanten verloren, maar dat kwam ook omdat we onszelf een beetje verloren waren. En dat zijn we weer aan het herpakken. Dus we hebben weer gezegd, we willen weer terug op de boodschappenlijst, daar waar we horen, de alledaagse boodschappen. En daar hebben we een hele duidelijke koers en een plan voor gemaakt. En die zijn we aan het volgen. En wat doe je dan, hè? Jij bent natuurlijk nu de baas van HEMA. Ja. Dat herpakken, leg eens uit, hoe begin je? Wat heeft voor jou prioriteit? Hoe pak je dat aan? Ja, nou, ik had best wel geluk, hè, dat ik even tijd had om na te denken, voordat ik in deze nieuwe rol begon. Dus ik had een half jaar de tijd om goed te kijken naar de concurrentie, goed stukken te lezen. Een goede analyse van HEMA van buitenaf te maken, klanten te bevragen. Om uiteindelijk te doen wat het allerbelangrijkste is als je start, is namelijk de koers uitzetten. Hè, wat is nou de toekomstvisie van HEMA? Waar geloof je in? En dat is het allerbelangrijkste, denk ik, wat we in het begin gedaan hebben. Die koers uitgezet. Dit is waar we HEMA zien over 5 jaar. Dus, zodat we de meest vitale 100 jaar geworden van Nederland. Ja, nou is ook jouw voorgangers hebben natuurlijk hun analyse gedaan en de Ja. koers uitgezet. Op welk punt wijk jij nu af? Wat doe jij nou anders? Nou, ik denk dat ik. Kijk, mijn voorgangers hebben. Ik heb heel veel voorgangers gehad, hè? Ja. Dus, maar de laatste voorgangers hebben met name gekozen voor een merk dat HEMA als wereldmerk dat de wereld over moest, hè? Dus ik kies wel veel meer weer voor de kern van het merk. En dat hebben andere voorgangers ook al gedaan. En dat is terug gewoon focus op de kernlanden, daar waar we sterk zijn. Nederland, België, Frankrijk en een beetje in Duitsland. De rest van de landen even niet. En vervolgens ook wel weer op datgene waar we heel erg goed in zijn. Dat is namelijk hele goede producten maken tegen een goede prijs met een mooi design. Eigenlijk dat driehoek. En dat was verloren gegaan in de zoektocht naar nieuwe markten. En dat wereldmerk De worden, schaal. is de aandacht daarvan weggegaan. En dat heb ik weer teruggebracht. Ja, ze zochten natuurlijk schaal, hè? Ja. Schaalgrootte en dus alle voordelen die daarbij hoorden. Ja. Het idee was ook, we beginnen een marktplaats, hè? We gaan een marktplaatsstrategie volgen. Dus we gaan bij de Amazons van deze wereld gaan wij onze spullen verkopen, ons eigen merk. Ja. En eigenlijk was dat een stap te ver, of zag je daar ook wel goede dingen Nou, in? ik geloof ook zeker in schaal. En ik denk ook hè, dat heel erg belangrijk is. Maar je kan wel schalen als je een hele goed
draaiend businessmodel hebt staan. Als je een goed verdienmodel hebt, waar steeds meer klanten komen. Met een machine die goed draait. En dat was niet in orde, wat mij betreft. Dus ik heb gezegd, oké, we gaan terug naar onze kern. Dat doen waar we heel goed in zijn. En dan kan je daarna altijd weer... Kijk, in Frankrijk hebben we maar 60 winkels. Kijk, daar ligt nog heel Frankrijk voor ons open. In België openen we de vrijdag de 100ste winkel. En Hema is niet meer weg te denken uit België. We zitten ook met een paar winkels in Duitsland. Kijk, waar ik wel in geloof, is dat je als merk overal moet kunnen zijn. Of dat nou een marketplace is of een shop in een shop, eigenlijk zoals we bij Jumbo doen. Ik denk wel dat wij zijn wel primair ook retailer. Met eigen merken. Dus wij beheren de hele keten. We maken producten en we verkopen ze aan klanten. En dat in essentie vind ik wel een hele belangrijke. Dus dat je zegt, ja, we doen eigenlijk, we zijn een wereldmerk, we leggen het overal neer. En ik word eigenlijk meer producer. Ja, ik denk dat de kracht van Hema ook juist is dat we het zelf verkopen. Ja, het naar de consument brengen. Ja, de laatste stap. Hoeft niet alleen, maar dat is wel waar de aandacht naar moet uitgaan. En wat je ziet is dat de investering de afgelopen jaren niet in winkels ging. Ja, in winkels in nieuwe landen. Ja. Maar niet zozeer in winkels die we hadden. Hè, daar waar het gros van onze klanten komen. En die waren, daar was onder geïnvesteerd. Dus een winkel van 20, 30 jaar oud. Kijk, ik geloof dat je identiek moet groeien. Dus je groeit dit jaar ten opzichte van het vorig jaar. Dus de winkel die je nu hebt staan, ja, die moet het gewoon weer beter doen. Die moet nieuwe klanten aantrekken. Dus klanten moeten het prettig vinden om naar die winkel te komen. Ja, en dat moet gaan draaien. En daar hebben we voor gekozen. En daarmee zeg ik niet dat we, over een paar jaar, als we het weer stevig hebben staan, het merk staat weer als een huis. Wat we nu stap op stap aan het doen zijn met die koers, dan kan je altijd nog kijken waar je naartoe gaat. Hè? Waar je de schaal van verder vandaan haalt. En die consument, heeft die nog dat Hema? Hema is natuurlijk een love brand, was het, hè? Ja. Heeft die consument Hema nog steeds in het hart gesloten? Want je gaat natuurlijk een beetje vervreemden. Je gaat een beetje af van wat Hema goed kan en goed doet. Dat schaadt je merk per definitie. Ja. Of zeg je van nee, dat valt hartstikke mee voor Hema? Ja, wat ik wel echt een... vind ik echt een verademing om met zo'n merk te mogen werken, Kitty. Dat is wel... Dus het is ongelooflijk hoeveel liefde voor Hema, een gunfactor, er bij mensen nog steeds is. Hè. Dus, dat is wel echt prachtig. En natuurlijk hebben we ook klanten verloren die vonden, de kwaliteit is niet meer goed, wat het geweest is. Of, ik vind de service onvoldoende, of de winkels zijn oud. Maar je ziet dat we... Eigenlijk, en dat is een van de dingen die we ook doen, hè, is zorgen in alles wat we doen, of het nou social media is, of het nou een interview is, of het nou is als ik intern met mensen praat, of onze marketingcampagne. Het heeft weer die Hema-ziel terug. Dus die ziel weer terugbrengen bij Hema, dat is iets ongrijpbaars. Maar ik denk dat Nederland en de mensen in Nederland dat wel echt goed beginnen te voelen. En dat horen we ook. Hè? Zo van, hey, kom maar weer. Kijk, deze trui, weet je, het is net... Het is, ik heb het bij Hema gekocht, of krijg ik appjes. En dat, we doen dus heel veel, maar ergens begint dat op te tellen. Ja, dus, en ik denk dat gevoel, dat wordt dan versterkt. Wat er ook wel latent weer zit. Ja, dus, en ik denk dat dat te maken heeft met dat het merk zo lang al in het straatbeeld was. En ik ging er vroeger ook heen met mijn moeder aan de hand. En ik ook. Die geur van de rookworst, toch? Ja, en van een saucijzenbroodje. Ja. Ik nu eet geen vlees meer, maar en de tompoezen. En dat was oké. Weet je, was daar kochten we altijd iets, daar was het gezellig. Daar wilde je ook gezien worden. Het was een goede kwaliteit tegen een goede prijs. En daar ben ik mee opgegroeid. En vervolgens ben ik gaan studeren. Ik heb nu een studerende dochter overigens ook weer mee naar Hema genomen toen ze uit huis ging. En mijn moeder geworden, dan kom je daar ook weer. Dus in alle fases van het leven komt het zo voorbij. En ik heb natuurlijk zelf ook als retail professional gezien hoe het eigenlijk van me afliep. Dat ik dacht, ik vind er mijn spullen niet meer. En dat hebben veel meer mensen in Nederland. Als je zelf stilstaat en je focust op andere zaken, als je niet innoveert, dan beweeg je eigenlijk achteruit. Als de rest heel erg veel innoveert. En dat heeft de klant gevoeld. En tegelijkertijd, met alles wat we doen, heb ik ook echt heel veel vertrouwen in dat we die harten gewoon weer kunnen terugwinnen. Ja. En Hema heeft natuurlijk ook altijd een eigen unieke design ja. Stijl, maar eigenlijk een design taal gehad. Hè? Ja.
En die, met dit soort dingen is het zo, die kan je niet zomaar constant houden. Je moet wel met je tijd mee. Dus hoe kijk je daarnaar? Ja, dus dat is een heel wezenlijk onderdeel van het succes van HEMA. Dus we zeggen, oké, wij hebben zelf een interne meetlat op onze producten en dan mag er een HEMA-stempel op. En wat is die meetlat? Ja, die meetlat, wij noemen dat de 5G's. En dat zeggen we eigenlijk, dat is een interne meetlat. Tegen de klanten is onze belofte, onze producten zijn mooier, beter, praktischer en ze gaan langer mee. Maar dat zijn geen G's, hè? Nee, en die 5G's zijn goed. He, dat is van kwaliteit, mm-hmm. Dus altijd de nummer 1 in jouw prijsklasse. Maar ook van duurzame kwaliteit. Dus die gaat voor duurzame kwaliteit. De tweede is voor goedkoop. Dus wij zijn niet de goedkoopste. Maar wij willen wel absoluut de beste waar voor je geld. De G van gemakkelijk is voor voorkeuze. Dus je moet erop kunnen vertrouwen dat onze inkoper met onze designer stad en land afzoekt om de allerbeste variant in zijn prijsklasse te vinden. In plaats van dat je een soort keuzestress krijgt en niet weet wat je precies koopt, kan je bij ons gewoon erop vertrouwen dat de inkoper doet. Dus dat is voorkeuze. Ook een essentiële taak van een retailer, hè, dit. Ja, maar ja, dat klopt. Behalve als je zegt, ik wil een winkel zijn die alles heeft. Dat klopt. Ja. Hè? Dus ik denk dat klopt. En het is verleidelijk om heel veel varianten ernaast te zetten. Maar dat heeft ook allerlei nadelen. In de complexiteit aan de achterkant, et cetera. Dus gezellig is een hele goeie. Dat gaat veel meer over de service in de winkel. Datgene wat je ervaart als je bij ons hebt. Even lekker naar de HEMA, dat is het. En heb ik ze allemaal, denk ik. Hè? Dus goedkoop. Goed, gemakkelijk, gezellig en gaaf. En dat is design. Mm-hmm. En dat gaat over de beeld, eigenlijk de vorm en de kleur en de HEMA-touch. En die waren we echt verloren. Dus wat is nou, dus je moet je ogen, doet je ogen dicht, doet je ogen open, je ziet een product en ja, dat is van HEMA. En er zijn een aantal merken die dat hebben, dat had HEMA ook heel sterk. Dat zat er wel in en dat is er echt nu weer terug. Dus hoe hebben we dat gedaan? Nou, door na te denken over onze vormentaal, over het kleurgebruik, over de stijl die we doen. En dat gaat niet, het gaat over producten, maar en het gaat ook over de collectie van je kleding. En welke klantentype wil je dan hebben en welke kleur is wel of niet van ons en welke taal spreek je. Dus, en dat is waar we heel veel werk gedaan hebben. Waar het allemaal samen moet komen. En dat begint weer terug te komen. Typisch HEMA. En dat is, dat maakt het uniek. En we designen het op zo'n manier dat het mooi is. Hè? Dus bijvoorbeeld, ik weet niet of je zo'n fluit. We hadden zo'n fluitketel. Zo'n iconische fluitketel. Ja, die kent hij niet, hè? Ja, die kent hij niet. In een van jullie ketel. Eerste e-commerce reclames zag je ook die fluitketel. En dat escaleerde helemaal. Ik zal een link eronder zetten. Leuk, ja. Dus die was zo mooi. Toen ik studeerde was er al lang een waterkoker. Maar ik vond die zo mooi. Ik wilde daar geen afscheid van nemen. Dus hoe design je hem nou dat hij tijdsloos is, maar wel typisch HEMA, hè? We denken ook na hoe het praktisch kan. Neem bijvoorbeeld laarsjes, die waren ook op televisie. We denken een zonnetje. Want dan kunnen kinderen die moeite hebben met links en rechts makkelijker hun laarsjes aandoen zonder dat ze het scheef doen. En we denken na over hoe kan het nou duurzaam bij design? Hoe kunnen we nou voor zorgen dat het langer meegaat? Dat het product niet alleen kwalitatief beter is, maar dat je het ook langer kan mee kan doen. Of producten die gemaakt zijn om één keer te gebruiken, hoe kan je die nou meerdere keren gebruiken? Dat zit allemaal in dat design. En dat is ook wel echt de kracht van HEMA. Wat weer teruggebracht wordt nu door dat team. En in plaats van te kijken naar alleen één product designen, zijn we nu veel meer bezig naar een concept designen. Hè, wat doen we nu op huishoud? Waar zijn we nou relevant op huishoud? Moeten we het nou verkopen? En dat doen we, dat doen we dan in een week, heel integraal, met iedereen bij elkaar. En dan doen we dat ook met toetsen van de klanten. En dan komen we eigenlijk terug of het nou food is, of eten die we verkopen, of hardgoods. De klanten verwachten altijd een typische HEMA-touch. Hè, dus die willen iets vrolijks. Die verwachten ook dat ons eten en drinken, dat we ook verkopen, met name out of home, dat ook vrolijk is. Dat daar ook een soort designachtig element in zit. Zoals sponsjes. Ja, bijvoorbeeld. Schappig, hè? Dus er zit altijd een knipoog in. Ja. Nou, en zo proberen we naar concepten, veel meer in concepten te denken dan alleen producten. Zodat je het ook meer gaat snappen met een bepaalde vorm, een bepaalde kleur. Die in de winkel eigenlijk ook weer terugkomt zonder dat het saai wordt.
En nou kwam jij de organisatie binnen, waar natuurlijk al heel veel dingen waren gebeurd, die al heel veel hadden doorgemaakt met je. Zometeen zal ik het even over de franchisenemers, de ondernemers hebben. Maar nu even de organisatie, het hoofdkantoor, maar ook de filialen en gewoon de uitvoering, de eigen winkels. Uh-huh. Dat, daar is gewoon heel veel gebeurd. Hoe krijg je die mensen dan mee? Hoe krijg je ze zover dat ze geloven in de toekomst die jij schetst? Ja. En heb je wel de goede competenties? Wat heb je er allemaal gedaan? Ja, ik denk dat ik best veel verschillende dingen heb gedaan. Ik denk het allereerste wat ik heb gedaan is geluisterd. Het was ook nog een tijd van, vlak na corona, we waren net open. Dus de organisatie had ook best een klap gekregen. En vervolgens ben ik het land ingegaan. Ben ik gaan luisteren naar medewerkers. En dan zonder hun filiaalmanagers erbij. Gewoon op de winkelvloer, in contact met medewerkers elke week. En ook met ondernemers aan tafel. Nou, in het begin was er niet heel veel animo, maar later, en dat deed ik elke week in een andere provincie. Nu doe ik elke maand in een andere provincie. En eigenlijk alles wat ik terughoorde, ik ging vragen stellen, luisteren, bracht ik terug elke week in een opname. Dat ging nog digitaal. En dan vertelde ik wat ik had gehoord. En dat alles leidde uiteindelijk tot een nieuwe koers. Hè? Dus met de input van collega's en datgene wat ik al op papier had gezet, heb ik eerst een hele duidelijke koers neergezet die voor, of het nou ondernemers is of medewerkers, heel herkenbaar waren en ook wel een zucht van herkenning. Want wat ik heb gedaan in die tijd dat ik thuis zat, maar ook toen ik er was, is heel erg goed terug naar de oorsprong van HEMA gegaan. Oké, wie is HEMA? Wat is de kracht van HEMA? Wat waren die twee oprichters? Wat maakte hen nou zo bijzonder? Kijken naar filmpjes uit die tijd. Waarom was het zo geniaal? Waarom sloeg het nou aan? Wat is er dan gebeurd in de geschiedenis? Waar zit dan die kracht nog? En vervolgens ook, waar missen we dan eigenlijk nu de relevantie? En ik heb een aantal symbolische dingen gedaan. Dus ik heb gezegd, oké, ik maak van support office HEMA-kantoor. Er stond groot support office, daar heb ik de letters eraf laten halen. HEMA-kantoor van gemaakt. Er hingen waarden aan de muren, die heb ik eraf laten halen. Ik dacht, ik voel die waarden niet. We moeten weer gaan praten met elkaar over waarden. Ja, dus en ik heb dus vervolgens in oktober, en ik ben ontzettend blij samen met mijn team uiteindelijk de nieuwe koers uit kunnen zetten. Dat hebben we allemaal op kantoor gedaan. Dus alle ondernemers, alle leveranciers, alle mensen van kantoor, alle filiaalmanagers. En toen hadden we een hele duidelijke koers. Daarna gingen we weer dicht. Dat is evident. Maar vervolgens zijn we heel koersvast geweest. En het allerbelangrijkste, denk ik, is uiteindelijk de mensen met wie je het doet. Om goed te kijken, oké, als dit de koers is, wat heb ik dan nodig? Welk vakmanschap hebben we dan nodig? En dat vond ik in het begin, denk ik, nog wel de lastigste tijd. Want ik hecht graag aan mensen. En ik wist gewoon, we zullen daar veel wisselingen in moeten doen. Dus ik heb mijn hele team vervangen. Eerst de koers met ze uitgezet en toen vervangen? Nee, ik heb eerst ben begonnen met een nieuw team, bijna een nieuw team. Waarbij ik wel heb gezegd, oké, ik wil wel de geschiedenis en historie van het bedrijf in mijn team ook houden. Dus er zijn met twee mensen die jarenlang bij HEMA hebben gewerkt, naar Bijenkorf en naar Zeeman zijn gegaan, weer teruggehaald naar HEMA. Om ook dat te borgen. Hè? Dat stukje HEMA wat zo belangrijk is. En vervolgens met dat nieuwe team. Maar vervolgens hebben we ook na de strategiedagen, na de nieuwe koers was uitgezet, het senior management helemaal opnieuw bekeken. Al die teams. We hebben het veel platter gemaakt. Veel dichter bij de klant. Veel grotere teams. Veel meer, in plaats van managers, veel meer vakmensen die ook konden samenwerken. En vervolgens hebben we ook naar de teams eronder gekeken. Dus we waren eigenlijk tot en met mei bezig met opnieuw naar die hele kantoororganisatie kijken. En ik denk dat is niet leuk geweest. Want veel collega's hebben te horen gekregen dat er geen plek meer voor ze was. Maar wel heel erg belangrijk en noodzakelijk om ook die verandering teweeg te brengen. Dus ik denk koers vast. En tegelijkertijd luisteren naar je mensen. Tegelijkertijd ook je beseffen dat we hebben een nieuwe koers uitgezet. Een maand later brak corona uit. We gingen weer dicht. Toen gingen we open. Toen kwam er oorlog in Oekraïne. Toen kwam er energiecrisis. Ja.
toen kwam er een grote recessie, consumentenvertrouwen. Dus je moet ook niet blind zijn voor wat daar gebeurt. En op dat moment hadden we net die koers uitgezet. Dus wat ik ook heb gedaan is gezegd, oké, dit zijn veranderende omstandigheden en die moeten we omarmen. Dit is wat het is. En we weten niet hoe lang het duurt. En we hebben twee dingen gedaan. We hebben gezegd, is die koers nog steeds relevant? Is die koers nu in tijden van economische recessie nog relevant? Daar wil ik zo meteen nog wat meer over zeggen, maar volmondig ja. Ik zou ook zeggen waarom. Maar er zijn wel zaken waar we nu op in moeten spelen. Want dat gaat de kosten, die ongelofelijke kostenstijging, die ook voorlopig echt niet ophoudt in retail. Ja, personeelskosten in combinatie met schaarste. Precies, dus dat is een hele belangrijke. Ja, het maakt het gewoon dat je naar je kostenmodel moet kijken. Je moet gaan nadenken, hoe kan het fundamenteel goedkoper? Hoe kan ik een besparingsprogramma? En ook nadenken over wat gebeurt hier nu? En dat brengt ook wellicht mogelijkheden met zich mee. En dat zien we ook. Hè? Dus die crisis is voor ons ook een kans. Ja. Want we zien ook veel klanten die we waren verloren, omdat ze gewoon een duurder jasje ergens kochten, gewoon weer bij ons terugkomen. En ik geloof dat. Maar vertel dat natuurlijk maar eens aan een, aan een organisatie die al, ik weet niet wat, heeft doorgemaakt. En die, ja. En ook aan je, die kostenbesparing. Het zal niet de eerste keer zijn, hè, dat ze dat hebben nee, gehoord. Nee, maar dat klopt. Er zijn twee dingen. Dus ik heb wel gezegd, oké, jongens, we gaan van A naar B. Maar er is, en echt een sfeertje, mijn team die kan die zin niet meer horen, mijn mensen. Ja. Er is geen vliegtuig, geen trein, geen auto, geen boot die van A naar B gaat in de rechte lijn. Dus we gaan naar B, maar je zult koers moeten aanpassen op de omstandigheden. En als ik dat zie, als ik zie dat we daartoe in staat zijn, dan weet ik zeker dat we bij B gaan komen. En misschien wel sneller dan we nu denken dat we daar komen. En de kosten, hoe krijg ik ze daarin mee? Nou, je hebt heel erg gelijk. Want de reflex is natuurlijk, dan gaan we weer. Ja. Maar het mooie is, Kitty, het fundamentele andere is dat HEMA nu aandeelhouders heeft die geen dividend hoeven. Die eigenlijk zeggen, alles wat je overhoudt, dat was in jaar 1 een beetje, jaar 2 al een beetje meer, maar alles wat je overhoudt, dat kan je herinvesteren in je merk. Dus als je de kosten weet te verlagen, kunnen wij meer winkels verbouwen. En zo simpel is het. Dus het wheel of retail, anders dan voorheen. Dat was echt heel anders. Ja. Dus daar was helemaal geen geld. En ik denk dat... Nee, er waren alleen maar financiering, leningen. Ja, en steeds meer en meer en meer. Ja. Dus, en ik denk dat uiteindelijk tot het ook wel een soort energie geeft van wauw. Wat nou als we die kosten structureel lager kunnen krijgen? Dan kunnen we heel veel winkels gaan verbouwen en nog mooie producten krijgen. Want daar zit ook de ziel van dat merk, hè? Waar gewoon onder geïnvesteerd is de afgelopen jaren. Ja, er zit echt een incentive in die kostenverlaging. Ja. Dat brengt ook iets goeds en niet alleen maar meer winst voor de aandeelhouder. Precies. En het houdt ook nooit op dan? Nee, dan houdt het niet op, want als dat gewoon, en dan ontstaat er een soort vliegwiel. Ja. En dat gesprek hebben we gehad en wat we doen is elke maand hebben we een kantoorupdate, zo noemen we dat. Gewoon een stand-up, 600 mensen bij elkaar in de hal. En zeggen, oké, dit is de koers, dit is de voortgang, dit zijn de resultaten, heb je nog vragen? En die openheid is heel erg belangrijk. En wat ik ook heb gedaan, die zat nog in je vraag, wat heb je allemaal gedaan, is bijvoorbeeld mensen weer opgeleid in de winkels natuurlijk. Ja, dus weer een opleiding. We waren jarenlang niet getraind. Je ziet ook de NPS echt, je ziet gewoon, je voelt het ook. De sfeer in de winkel is anders. En we hebben mensen op kantoor ook opgeleid. Hè. Dus bijvoorbeeld nu op AI zijn we ze aan het trainen. En dat gaat niet alleen over inhoud. Het gaat ook over zelf een beter vakman retailer worden. Het gaat ook over de toekomst, dus AI bijvoorbeeld. Maar het gaat ook over, en daar geloof ik heilig in, jij als medewerker. Wij zijn HEMA. Hoe kan jij het verschil maken? Hoe zorgen we ervoor dat we met elkaar beter worden? Dat betekent ook dat je kritisch naar jezelf moet kijken. Ja? Wat kan ik nou beter doen? En die open dialoog en naar elkaar ook beter maken, maar je ook durven uitspreken, dat is iets waar we ook veel tijd en energie in gestoken hebben het eerste jaar. En eigenlijk de eerste 2 jaar. Dus inmiddels van elke week naar een andere provincie ga ik elke maand. En dat zijn wel echt hele belangrijke momenten. Dat je ook voelt van, wat speelt er in zo'n organisatie? Wat van de maatschappij komt eigenlijk naar binnen? Hoe zit het met de diversiteit in de winkels? Vertegenwoordigen wij eigenlijk nog als team
nog alle Nederlanders. Hoe zat het daarmee? Hoe zit het daarmee? Nou, ik denk dat wat ik mooi vind aan HEMA, ben ik ook niet gewend, is dat we hebben niet een manager diversity. HEMA is gewoon een heel divers bedrijf in een aantal opzichten. Er werken heel veel vrouwen. Er is heel veel openheid richting LHBTQI+ gemeenschap. Maar er zijn ook nog fronten waar we werk te doen hebben. Ja, als ik natuurlijk denk aan die documentaire van jaren geleden, dat was natuurlijk niet het toonbeeld van diversiteit. Nee, zie je allemaal en dat is zo essentieel. Kijk, het is zo belangrijk dat je. Kijk, we zeggen dat maar zo. Kijk, er zit een enorm. Er zit een enorm intrinsiek drive, wil ik bijna zeggen, voor HEMA om divers te zijn. Divers en inclusief. Want alleen divers. Ja, je moet ook mensen accepteren zoals ze zijn. Want anders rennen de andere denkende gelijk weg. Hè? Ja. Dus het is allebei, het gaat hand in hand. Kijk, als wij niet in staat zijn om mee te bewegen met de klant, dan zijn we gewoon weg. Kijk, een maatschappij die zal veranderen. We hebben zorgen over klimaat. Maar een bedrijf is er gewoon niet meer als je niet meebeweegt. Geldt dat niet voor elke retailer? Dat zou voor elke retailer moeten gelden, maar het is niet zo. Nee. En het is wel zo dat wij hebben dus niet een afdeling. Er zit heel veel diversiteit. En we moeten daar nog volgende stappen in nemen. Dus ja, heel veel vrouwen. Heel veel, maar er zijn ook mensen die ondervertegenwoordigd zijn. En om in die huid te kruipen, om goede producten te maken, te designen, die passen gewoon bij mensen die ergens anders wonen of ergens anders geboren zijn, is zo essentieel. Zeker als je producten designt. Ja, absoluut. En dat zijn onze designers zich heel erg bewust. Maar de vraag is, heb je ook gewoon designers, een divers designer team, ik noem maar als voorbeeld, of diverse category managers. Ja. Nou, dat is wel een gesprek wat plaatsvindt. Het HEMA is ook oer-Hollands. Hè? Het is allebei. Ja. Het is natuurlijk. Ja. Het is net zoals als je in het vliegtuig stapt, ben je een beetje thuis. Maar dat is ook als je de HEMA binnenstapt. Ja. Dan ben je gewoon waar ter wereld ook. Je bent in Nederland. Ja, en dat is het mooie. Kijk, de vraag is, kan je dat dan overal zijn? Mijn antwoord is ja. Ik vind IKEA echt een prachtig voorbeeld daarvan. Kijk, dat Nederlandse design, dat heeft een bepaalde feel. Een bepaalde simpelheid, eenvoudigheid. Het heeft de bepaalde toon, zoals HEMA praat. Het heeft een bepaald kleurgebruik. Vrolijk, hè, kleur. En het heeft ook een bepaalde prijskwaliteit en een praktischheid van Nederland. Hè? Nederland is heel praktisch. Nuchter, no nonsense. Nuchter, doe maar normaal. Oh, er is nagedacht over een regenjas met doorkijkluikjes voor als je op de fiets zit. En ik denk dat dat universeel is. Ik denk dat als je dat heel goed hebt kunnen staan, dat ze daar in Frankrijk, nou dat blijkt ook, en in België ook van houden. En dan kan je wel kijken naar, wat is dan de mix van assortimentsgroepen en hoe is je concurrentie. Maar in essentie houdt ook iedereen van IKEA. Of je nou uit Zweden komt, hè, of je nou. Je kunt het overal doen en ze zijn in essentie niet wezenlijk anders. En ik denk dat zit heel erg in het design en vormtaal. En ook in het Nederlands, in de cultuur. En daarom vond ik het zo belangrijk om Nederlands te gaan praten. Dus iedereen sprak Engels. Hoe kwam dat? Nederlands. Door die internationale ambities. Ja. En precies, internationale ambities. En er waren dus mensen die ook. Mijn vader is half Spaans. Ik weet hoe belangrijk. Spaans, hij is heel Spaans. Ik ben half Spaans. Ik weet hoe belangrijk taal is voor je. Dus het gaat mij niet om dat je uitsluit. Maar de taligheid en de finesse van je taal is zo belangrijk bij het werk wat we moeten doen. En het luisteren naar onze klanten. Ja. En dat vertalen in een prachtig product dat mooier, praktischer en beter is dan wie dan ook. Ja, dat zit in je DNA. Daar hoort de taal bij. Dus de ongeschreven regels, de cultuur op de werkvloer. Ja. Hoe je met elkaar omgaat, wat wel en niet kan. Ja. Ja, ja en dat is daar. En dat uitzicht ook extern, hè, in hoe we praten, in de social post. Maar dat begint natuurlijk van binnen. Ja. Ja. Hoe krijg je je ondernemers, je franchise-nemers mee op deze reis? Want als er is overal veel gebeurd, maar daar is nog meer gebeurd. Ja, ja nee, zeker. Dat was ook wel. Het was niet een koud bad, helemaal niet. Kijk, er zit gewoon een heel stevig franchise-bestuur. Die eigenlijk vrij constant is geweest al die jaren. Zien bestuurders ook vaak als passanten, hè? Ja, maar dat zijn we ook feitelijk. Ja. Ja, dus wat mooi is, wij hebben echt. Ik ben mega trots op onze ondernemers. Laat dat voorop stellen. De ondernemersvereniging bestond 40 jaar. En ik mocht daar ook zijn en een toespraak houden. En dat heb ik ze ook gezegd. Kijk, het zijn de tweede, derde, vierde generatie ondernemers.
die echt HEMA ademen en uitdragen in de haarvaten van de samenleving. En dat doen ze op een geweldige manier. En ze zijn gepassioneerd. Dus ze houden je als retailer ook vreselijk scherp. Als er niet genoeg wordt verdiend, als we te duur zijn, als de klanten niet meer komen. En dan voelen ze dat direct in hun portemonnee, dus hun geld. Want ze investeren zelf in het merk. Ga er maar aan staan met je eigen geld, hypotheek nemen en in het merk investeren. En vervolgens voelden zij natuurlijk ook dat er te weinig investeren in het merk. Dat heb ik net gezegd, hè, in winkels, in medewerkers, in producten. Dat voelen zij natuurlijk en dat voelen hun klanten ook. Dus eigenlijk het moment dat wij de nieuwe koers hebben verteld. Dat ik vertelde, dat moment in oktober toen ik startte. Ja, toen waren zij, wauw. Ja, zij waren zo blij met die koers. En ze zien ook dat het nu gebeurt. Dus dat het resultaat oplevert. En dat er weer nieuwe klanten komen. Dat die klanten weer jonger zijn. En dat, daar zijn ze natuurlijk vreselijk blij mee. En dat we de winkelstraat hebben het moeilijk. Zij spreken ook veel ondernemers. En zij zien ook dat er niet veel winnaars in de winkelstraten meer zijn. Hè? Nee, en vooral jullie grote winkels, hè, hadden het moeilijk, toch? Ja, we hadden de grote winkels. 15 oudere, grotere winkels. Ja, die waren ragoud. Die zijn nog steeds natuurlijk een aantal ragoud die we moeten... Maar dat waren franchisewinkels? Nee, of eigen winkels. Dat waren eigen winkels. Ja, en onze ondernemers zitten veel meer dichter in de buurt. Ja. Die hadden in corona natuurlijk, hè, daar waren we natuurlijk dicht. Dat was voor hun natuurlijk ook vreselijk. Tuurlijk. Ja, dus daar hebben we de klant weer redelijk goed weten terug te winnen. En onze ondernemers die hebben over het algemeen heel goed voor hun winkels gezorgd en heel veel geïnvesteerd. Ja, dus dat is eigenlijk wel mooi. Dus ja, en zijn er dan zorgen? Ja, natuurlijk. Kijk, weet je, er zijn altijd met je ondernemers, ze zijn ook ondernemers. Dus je bent altijd constant aan het onderhandelen over zaken. Ja. Maar mijn ervaring is wel de afgelopen jaren dat we daar steeds uitkomen. En dat is soms, waren het pittige discussies en soms veel minder. En ik denk dat er ook bij hoort. Dat is gewoon de relatie die we hebben. Het franchise-model is gewoon conflict ingebouwd. Ja. Frictie ingebouwd. Dat is ook anders. Zo. En ik denk dat ook wel in zekere zin houdt dat een organisatie ook wel scherp. Kijk, want als er iets niet op orde is, dan is een ondernemer vaak de eerste die aan de bel trekt. Nou is dat overigens de afgelopen tijd bij HEMA heel erg veranderd. Je ziet ook dat de eigen medewerker, dat er veel meer scherpte in komt. En die hadden ook echt te weinig aandacht. Maar ja, ik vind het model allebei is heel goed. Want je kunt dan ook als ondernemer naar ondernemer praten. Wij hebben 500 winkels ongeveer. Ja. En in alles bij elkaar. In totaal hebben we de 700. In Nederland totaal hebben we de 500. Waarbij iets minder dan de helft franchise is in Nederland. Maar in België en Frankrijk is alles zelf. Iedereen is het gewoon goed gaan doen. En dat heeft te maken met de koers, de betere producten. En betere beschikbaarheid. We zijn gewoon meer gaan investeren in gewoon een geoliede machine waar de producten ook gewoon aanwezig zijn. Ja, dat is een doorn in het oog van de ondernemers. Ja. Ik weet dat uit ervaring. Ja, en dat was echt niet op orde. Dat heeft met verschillende redenen gewoon meer kapitaal in je voorraad steken. En ook gewoon wat slimmere keten, in je keten dingen slimmer inrichten te maken. Kijk, wat er nu gebeurt is dat onze eigen winkels kregen erg weinig aandacht en worden langzamerhand verbouwd. En de medewerkers hebben daar gewoon weer, krijgen weer aandacht. Er is opleiding. En je voelt daar gewoon een andere energie. Breng je daar wat ondernemerschap in misschien? Ja, dus energie en ondernemerschap ingebracht. Hè. Dus die waren natuurlijk ook al redelijk, die mochten weinig zelf meer. Dus daar gewoon wat meer vrijheid in te geven. Van, nou, ga zelf maar kijken hoe die toonbank eruit ziet. Of weet je, om dat meer te ontluiken, ja, dat zie je en dat voel je gewoon terug. Nou is HEMA gekocht door Parcom en Mississippi Ventures van de familie van Eert, 50-50. Klopt. Ja. Kun je er iets over zeggen? Welke synergie brengt dat? Hoe werkt dat? Nou, allereerst is het, ik vind de combinatie heel prettig, 50-50%, omdat de familie van Eert, je merkt het gewoon, dat zijn retailers puur sang. Hè? Dus echt, het is zo prettig om met gewoon hele begaafde retailers te werken. Tom van Veen zit bij ons in de commissarissen. Ja, dat is natuurlijk iemand die ons enorm steunt en tegelijkertijd ook uitdaagt. En hij is natuurlijk een enorm, denk ik, getalenteerde retailer ook. Dus daar hebben we heel veel baat bij. En we doen gewoon dingen die logisch lijken voor de klant, nu op dit moment. Hè, dus neem bijvoorbeeld onze loyalty-programma's, daar zijn we dingen aan het testen. Of als het gaat om aan de kostenkant, waar we dingen gewoon heel logisch gezamenlijk moeten inkopen. Denk aan reclame, samen inkopen, dat soort zaken.
En er zijn ook nog wel meer plannen om dingen te doen. Die hou ik nog even in de tas. Oh, kun je niet zoveel zeggen? Nee, daar wil ik nog niet zoveel over zeggen. Maar er zijn nog wel, als je logisch nadenkt, er zijn nog wel echt kansen om dingen samen te doen. En die gaan we de komende tijd ook wel doen. Oké, dus je integreert dat meer. En ik zie dat natuurlijk op assortimentsniveau, hè? Ja, zie je dat? Precies. En we doen category dat management. Ja, dus je kunt je voorstellen dat je daar nog veel verder in zou gaan. Maar wat je nu ziet is dat we echt hebben afgesproken ook, en zo wordt het ook gerund, dat Jumbo wordt, Hema en Jumbo worden echt apart van elkaar gerund. Dus ik heb gewoon de sleutel van Hema. Ik zet de koers. En vervolgens is dat ook zo bij Jumbo. En hebben we wel een aantal projecten lopen. Maar op het moment dat je echt full force gaat geven, moet je toch dichter op elkaar gaan plakken. Ja, dat zijn natuurlijk twee echt verschillende merken. Ja, dat is zo. Waar echt wel in het aankoopgedrag voor de klant heel veel logica in zit om een aantal dingen wel te combineren. Nou, dat gaan we zeker onderzoeken de komende tijd. Maar goed, ik heb net gezegd wat we allemaal aan doen. Kijk, strategie is ook keuzes maken. Ja, absoluut. En daar begint het zo ongeveer mee. Dus je niet doen lijst maken. Het is eigenlijk soms niet eens zo ingewikkeld om het op te schrijven als wel om te bedenken wat je niet meer doet. Dus de meest logische dingen doen we, daar besteden we tijd in. Maar de dingen die we echt moeten doen, die doen we eerst. Dus Nou, ik wil het ook even hebben over jouw leiderschap. Hè? Kun je dat typeren? Heb je je eigen manier van leiding geven? Ja, ik vind dat best wel moeilijk om daar te antwoorden. Ja. Ja, maar wat mensen tegen je zeggen, of misschien coaches? Of... Ja, ik denk dat ik het hart en hart verbind. Dus dat ik probeer wel altijd de lat hoger te leggen en probeer dat niet op een frustrerende manier te doen. Maar probeer altijd uit mensen te halen wat ze niet voor mogelijk hadden gehouden. He, door ze uit te dagen, door ze te prikkelen, door ze te inspireren. En dat doe ik graag in verbondenheid met anderen. Dus ik geloof dat... Nou ken ik geen vrouwelijke leider of manager die niet het woord verbinden gebruikt. Hè? Ja. Verbinden is wel... Ja, maar ik geloof ook dat dat heel erg past bij deze tijd. En daarom, gelukkig zijn er ook veel mannen die ook kunnen verbinden. Omdat er zijn zoveel complexe opgaven. Dat alleen maar kan met multitalent, die naar elkaar luistert. In staat is om het probleem op tafel te leggen en er een scherpe discussie over te voeren. Dus wat ik graag wil, is het uit mensen halen. Dat samen te doen, doordat er een team staat die opgeteld compleet is. Maar wel met mensen die individueel kwalitatief heel goed zijn, maar weten wat ze niet goed kunnen. En daar ook open in zijn. En zich niet opblazen. Ik wil no politics. Ik wil gewoon het echte verhaal. Dat is knap als je dat bereikt. Ja, en ga dan niet doen alsof je het allemaal weet. Je hoeft het ook helemaal niet maar te zeggen. Maar hoe doe je dat dan? Zeg je dat tegen ze? Of geef je zelf het voorbeeld? Ja, dat zeg ik. Ik geef zelf het voorbeeld. Kijk, ik heb mezelf natuurlijk ook wel tegen die valkuil aangelopen. Dat ik dacht dat ik mezelf enorm moest opblazen. En dat ik al de details uit mijn hoofd moest leren. Omdat je dan maar... En dat, uiteindelijk is dat onzin. Je moet zorgen dat je de juiste analyse doet. Doordat iedereen, in mijn ogen, de feiten op tafel durft te leggen. Ook een stemmetje intern dat eigenlijk zegt, ik weet niet of ik dat geloof, dat ook op tafel komt. Dat is gisteren nog bijvoorbeeld. Iemand die maakt zich zenuwachtig. Ik zag de rest van het team reageren. En dan zeg ik vind het supergoed dat je dat zegt. Het is zo belangrijk dat jij jouw stem, daar ben je ook voor in het team aangenomen, inbrengt op tafel. Dat is wat ik doe. En ik geef dus ook... Dus ik denk dat ik de mensen probeer te zien. Probeer ze beter te maken op inhoud en op vorm. Dat ik de lat wel hoog leg. Ik denk dat... En ik vind het ook heel erg belangrijk dat de kwaliteit goed is. En ik hou ervan om mensen te ontwikkelen. En ik hou van werken vanuit een visie. Vanuit een strategie. De bal weer verder neerleggen. Goed om je heen kijken. En uiteindelijk zie ik het als de koers uitzetten en mensen zover krijgen om die koers met je te bewandelen en te inspireren. Dus aan de ene kant met mijn eigen team en aan de andere kant ook gewoon heel dichtbij de mens op de winkelvloer of in de DC en kijken naar ze. Geef jij mensen vrijheid? Geef je ze autonomie? Ja, als ik dat kan ik. Op het moment dat ik vertrouw dat de kwaliteit heel goed, dat ik het kan loslaten. Okay. Kijk, dus ik vind het niet erg als mensen fouten maken. Sterker nog, als je geen fouten maakt, dan vind ik dat ingewikkeld. Dan doe je te weinig. Ik vind het wel ingewikkeld als je doet alsof de fouten er niet zijn. Ah. Weet je, dat je wegmoffelt. Dan denk ik, maar hoezo? Weet je wel, ben gewoon zo eerlijk om te zeggen, het is een fout. Maar mogen mensen experimenteren van jou? Nieuwe dingen proberen? Of ben je daar voorzichtig mee? Nou, je mag in retail is natuurlijk met die lage marges
Ja, nee, zeker. Je moet zeker dingen proberen. Dat doen we ook. En er zijn ook dingen die gewoon mislukken. Maar ik vind het wel ingewikkeld als we een duidelijke koers hebben. Hè? En iedereen heeft het razend druk. Dat je dingen doet die totally of strategie zijn. Dan wil ik daar wel expliciet in. Binnen de kaders die we hebben, vind ik het heel belangrijk dat mensen vrijheid krijgen. Maar dat commitment wil je natuurlijk in de eerste plaats zien aan die strategie. Precies. En het team. Ja. Hm. Hè? Maar ik denk wel, kijk, ik ben helemaal niet getalenteerd in alles. En er werken bij HEMA zoveel getalenteerde mensen. Dus het wakker kussen eigenlijk van dat talent en ze zelfvertrouwen geven om mee aan de slag te gaan. Dus tegelijkertijd de lat iets hoger te leggen, maar ze ook gewoon te complimenteren en te bedanken. Ik denk dat ik dat gewoon probeer in mijn leiderschap. En ze dus zo mee te laten volgen. Ja, ik hou ook wel van de inhoud. Ik hou van de inhoud. En ik hou van de mens. Dus ik denk dat allebei weten te verenigen cruciaal is. Hè? Waarom? En je steeds af te vragen van waarom wil iemand voor je werken? Ja. Kijk, en ik probeer daar zelf ook wel heel dicht bij mezelf te blijven. Dat heb ik ook geleerd. Door gewoon ook, als je iets fout hebt gedaan, dat te zeggen. Of dat je iets moeilijk vindt. Of ik heb dus bijvoorbeeld in zo'n stand-up. Krijg ik dan wel eens iets ingefluisterd dat ik 2:40 nog dit en dit en dit moet zeggen. Als ik al mijn mensen van kantoor bij elkaar heb. En dan zeg ik ook gewoon, ja, ik heb het even opgeschreven op een briefje. Want anders komt de insecure overachiever in mij boven. En dan wil ik het toch perfect doen. Weet je, dus het gaat ook over, niet zozeer dat je erover praat, maar dat je bepaald gedrag laat zien. En daar geloof ik heel erg in. Hè? Dus dat je dat, en dat je de innerlijke stem die je hebt, die je voelt, die je vaak niet durft te zeggen. Die alles, kijk, de waarheid moet gezien worden, hoeft niet altijd gezegd te worden. Maar het is wel belangrijk dat je wel de moed toont om ook tot een goede output te komen. En die omstandigheden, die moeten wel gecreëerd worden. Er moet wel veiligheid ontstaan. En ik denk dat gebeurt zonder dat je soft wordt. Want ik denk wel dat sommige mensen zullen me ook wel een tough lady vinden. Omdat ik ook wel gewoon denk, ja, er valt meer uit te halen. Het is niet goed genoeg. Weet je wel, dit is niet alles wat je in je hebt. Merk je nou het feit dat je een vrouw bent? Merk je daar, heeft dat invloed gehad? Ik bedoel, in de zin dat je dat gemerkt hebt. En meer in brede zin misschien. Jouw leiderschap komt ergens vandaan. Ja. Wat zijn je belangrijkste hindernissen, je uitdagingen geweest op weg naar wat je nu doet? Ja. Ja, ik denk wel dat ik, nou, ja, de hindernis is toch ook wel, als vrouw denk ik, althans dat heb ik, dat ik altijd denk van, oh, kan ik dat wel? Dat is mijn eerste vraag. Zo'n stereotype vrouwelijk. En ik denk dat als er iemand je interviewt, en dat was vaak een man in mijn geval, ja, dan kan dat een teken van zwakte zijn bij een man. Voor een man is dat over het algemeen, nu niet meer, maar over het algemeen, die denkt, ja, wil ze het wel? Of gaat ze nou twijfelen? Terwijl dat een gezonde twijfel is. Hè? Dus ik denk dat iets is wat me wel eens in de weg heeft gezeten. Mijn eigen twijfel. Ik heb bij Aalt echt alle kansen gekregen, altijd. En heeft mij het vrouw zijn niet in de weg gezeten. Ik denk wat me wel in de weg gezeten heeft, is dat ik op een gegeven moment dacht dat ik mannelijk gedrag moest laten zien. Hè, dus, en wat voor gedrag was dat dan? Nou ja, dat is toch het hele harde, de zakelijke kant, zonder de intermenselijke kant erbij te betrekken. Of de verbinding te maken. En wat bracht jou daarvan af? En hoe lang heb je dat gedaan? Want nou, best wel lang. Ik denk wel echt al een jaar of 2, 3. Hè? Dus dat ik dacht van, oh ja, zo hoort het dus in de boardroom. Omdat het werkte voor je? Nou ja, ik zag het. Ik zag het om me heen. En ik ging bij dus andere ook, vrouwen? Vrouwen en mannen. Ja. Het mannelijke gedrag. En dat ging dus kopiëren. En dat dreef me eigenlijk af van mezelf. En daar werd ik doodongelukkig van. Want dat past niet bij me. Nee. Hè, dus juist, kijk, alsof je geen mens meer bent. Je komt zo van, ja, je hebt ook nog een leven. Er zijn twijfels. Maar op welk moment besloot je dan dat je dat niet meer wilde? Of ja, ging dat vanzelf? Nou, er was iemand die aan mij vroeg van, ja, weet je bent succesvol, je doet het hartstikke goed, maar je lijkt niet gelukkig. Ah.
En toen zei ik, ja, ik word eigenlijk helemaal niet... Ik word er gewoon niet gelukkig van. Was het een collega of een coach? Ja, of een, ja, het was ja. een collega. En toen ben ik wel gewoon zelf ook met een coach aan de slag gegaan. En heb ook gewoon gedacht van, ja, je kunt je omgeving de schuld krijgen. En die is mannelijk. Maar uiteindelijk gaat het om jezelf. Uiteindelijk gaat het om jezelf. En waarom ben ik niet in staat om dat vrouwelijke gedrag wat ik ook in me heb... het contact maken, de menselijke kant. Ik denk als je mensen... waarom durf ik dat niet te laten zien daar? En waarom ben ik niet tegen opgewassen? En ik denk dat een aantal mensen die met mij gewerkt hebben in die periode... die zullen me echt een harde tante hebben gevonden. Echt een keiharde tante. Terwijl, dat ben ik helemaal niet. Hè? Dus, maar dat was een... Ik liet die andere kant... daar was ik succesvol in. Dus gewoon heel gewoon zakelijk, besluitvaardig. En dat ben ik ook. En dat is er ook. Maar er is een andere kant van mij... Ja. Wat er ook is, wat ruimte moet krijgen. En dat heb ik gewoon vanaf... Toen ik daar tegenaan liep, toen heb ik gedacht... Ja, dat ga ik nooit meer doen. Ik ga daar nooit meer vanaf. Want dat is juist mijn kracht. Ja. En wat iemand anders er ook van mag vinden. Ja, dat is dan pech. Het gaat natuurlijk om of je zelf gelukkig bent... maar je wil ook effect zien van dat gedrag. Dus op een of andere manier heeft dat het is niet, goed gedaan. Ja, het is ook niet soft. Hè? Het is niet soft, nee. Want ik geloof... Dat is dan weer heel zakelijk. Ik geloof juist dat de complexiteit waar we nu voor staan... Hè? Dus dat je denkt dat één iemand alles weet... en de problemen kan oplossen... is gewoon niet zo. Nee, absoluut we hebben gewoon niet. Samen met experts... met de maatschappij... met belangenvereniging, met medewerkers, collega's... hebben we een enorme taak met heel veel complexe problemen in de buitenwereld. Verschillende crisis. En dan moet je bedrijf doorheen leiden. Dat wil je samen doen. En dan moet met verstand. Dus dat betekent dat je het talent uit iedereen moet halen. En ik geloof dat ik dat doe door ook de mens te zien. Door de talenten te zien. Door dat aan te spreken. En dat is... Ja, dat is dat is eigenlijk de reden waarom ik... Denk dat je verder brengt zonder dat het soft is. Snap je? Maar je zegt ook, ik wil geen politics. Ik wil geen politiek in de organisatie. Maar je zit wel in een hele ingewikkelde multi-stakeholder omgeving. Ja. Dat vraagt, dat kan bijna niet zonder politiek. Ja, maar dat is dus niet zo. Schappig, hè? Ja. Ja, nou, maar je krijgt heel snel politiek in zo'n situatie natuurlijk. Ja, je krijgt wel, maar dat is er dus niet. Dat is echt mooi. Waarom heb je er zo'n hekel aan? Heb je iets, hè? Is dat ook dingen die je hebt meegemaakt? Ja, ik kan gewoon, kijk, ik zeg altijd zo, een metafoor gezien. Ik ben een sporter, ik ben heel sportief, maar ik hou niet van vals spelen. Hm. Nou, in grote corporates heb je natuurlijk wat meer politiek, hè? Dus ik zelf vind dat altijd een uitdaging, je moet ermee kunnen omgaan. Ja. Maar dat betekent niet dat je het zelf hoeft te doen. Maar dat is natuurlijk toch een precies. Een evenwicht. Ik ben dus moeilijk opgewassen tegen niet fair game. Hè? Dus gewoon, daar ben ik moeilijk tegen opgewassen. Dat heeft gewoon met mij als persoon te maken. Ja, maar is dat niet gewoon onacceptabel gedrag? Ja, dat is zo. En dan is de vraag, kan je daar wat van zeggen? Nou, en ik denk dat ik dat nu prima kan. Op een hele authentieke manier. Zonder dat ik me laat omver laten. Of dat ik er helemaal van in de war ben. Maar dat heeft wel moed gevolgd om mijn hart te volgen. Hè? Dus ik zeg altijd maar mijn hart te volgen. Dat klinkt heel simpel. En ik heb makkelijk praten nu. Omdat ik denk, ik doe HEMA en ik volg mijn hart. Zonder naïef te zijn. Want de waarheid moet gezien worden. Hoeft niet altijd gezegd te worden. Maar... dat vraagt wel moed. Het heeft mij moed gevraagd om mijn hart te volgen. Klinkt raar, hè? Maar wel, het is zo fijn om het te doen. Het is bevrijdend. En dan gaat de energie wel stromen. Dan heb je een oprecht gesprek. En dat is wat ik wel bij HEMA nu voel. En nu bij die aandeelhouders. Ja, dat zou politiek kunnen. Maar weet je wat het mooie is? Er zitten gewoon aandeelhouders en RVC-leden. Die willen allemaal hetzelfde. Namelijk HEMA weer op zien krabbelen en succesvol zijn. En de meest vitale 100-jarigen van Nederland maken. Nou, we zijn over een paar jaar bestaan we 100 jaar. Dat is allemaal. Dus als je daar niet in zit als jij mij kritiek geeft. Dan kan ik dat... Ik vind het prima. Stel maar kritische vragen. Dat is alleen maar om mij beter te maken. Ik doe dat namelijk ook bij anderen. Dus als je met mij wil merken, moet je ook wel redelijk stevig in je schoenen staan. En niet in paniek raken als ik 3 kritische vragen stel. Andersom geldt dat dus ook. Dus als Ton of Bas of een van de RVC-leden kritisch is, dan doen zij dat omdat ze het beter willen maken. En als je er zo naar kijkt, dan is dat
ja, dan voel je eigenlijk een soort gemeenschappelijkheid. En een enorm vertrouwen. Ik voel enorm vertrouwen van hen. En ook de familie van Eert. En wat ik ook leuk vind, hè, dus ja, zo'n Colette, die heeft bij HEMA gewerkt. Die is daar ook begonnen. Die heeft zoveel gevoel bij dat merk. Ja. Hè, en wat we doen, dus ik betrek haar er ook bij. Zeg, Colette, wat vind je ervan? En die is dan bijna te bescheiden. Die zegt, maar Colette, praat maar. Want je voelt dat heel goed. Dus ook, en dat komt weer terug naar mijn leiderschapsstijl. Dus ja, ik hoef niet allemaal te bepalen. En ik besluit uiteindelijk. Als een besluit niet genomen wordt uit de groep, weet ik dat het mijn rol is. Maar er zit ook heel veel wijsheid in anderen en kennis waar je gewoon goed naar moet luisteren. En dat maakt zo'n merk gewoon veel sterker. En dat voel ik, ja, en die dynamiek, die heb ik eigenlijk gewoon gecreëerd daar. Of die hebben we gecreëerd met elkaar, dat heb ik niet gedaan, maar die is er. En dat, ja, dat voelt supergoed eigenlijk. Nou, dat klinkt als op naar de volgende 100 jaar. Ja. Maar ik heb ook in deze podcast altijd een vraag. Wat voor advies geef je aan jonge managers en ondernemers? En misschien wel nog expliciet ook aan vrouwelijke jonge managers, ondernemers. Ja. Wat moet je doen om succesvol te worden? Als ik bijvoorbeeld kijk naar tech-startups. Ja. Veel te weinig vrouwen of heel weinig vrouwen in verhouding. Private equity, weinig vrouwen. En natuurlijk is het al veel beter dan het ooit was. Ja. Maar juist van iemand als jij, je bent toch ook een rolmodel. Ja. Wat moet je doen? En je hebt al een aantal dingen gezegd, ja, hoor. Maar dus ik zit ook... Kijk, ik vind het... Ik zou willen dat ik eerder mijn hart had gevolgd. En gewoon durfde te zeggen wat ik voelde. Dus als ik... In de tijd dat ik kinderen had... heb ik op een gegeven moment gaf ik borstvoeding. Moest ik in het geheim tussen leveranciers onder... Ik moffelde het helemaal weg alsof het er niet was. Als dat er gewoon mocht zijn. Als ik gewoon had kunnen zeggen... Wegmoffelen. Wegmoffelen, alsof het er niet is. Ik doe dat ook. Ja. Hoezo? Het is er. Ik ga niet over de hele dag over mijn kinderen te praten. Maar het is er wel. Mag ik er alsjeblieft even ruimte voor? Mag ik even een kwartier later beginnen? By the way, ik wil even sporten. Ik maak echt mijn uren wel. Mm-hmm. Dus zorg ervoor dat je... En ik ben een harde werker. En het gaat niet over hard of... Maar pak je ruimte en doe niet alsof een bepaalde onderdeel van je leven er gewoon niet is. Dat hoeft niet. Volg je hart, zeg als iets niet goed is. En heb vertrouwen in dat het leiderschap wat vaak in vrouwen zit. Namelijk luisteren, oog hebben voor elkaar, dingen weten te verbinden. Het zit niet alleen in vrouwen, maar het zit ook in een aantal mannen. Dat heel hard nodig is nu om een aantal complexe problemen op te lossen. En ik denk dat als je twijfelt over, kan ik het allemaal wel combineren? Dat je dat gewoon mag uitspreken. En dat er veel meer vrouwen in de omgeving zijn die dat herkennen en dat heerlijk vinden. Ik merk het, als ik begin uit te spreken, dan zeggen mensen, oh ja, dat heb ik eigenlijk ook. Wat heerlijk dat je dat zegt. Nou, en dat zou ik eigenlijk willen, ze willen adviseren. En blijf doen waar je echt heel blij van wordt. Want je zult moeten naar, de komende jaren heel veel werken. Hè? Dus en betekenisvol zijn in je rol en zorgen dat je de energie van krijgt, ook als je het even heel druk hebt in je leven. Ja, dan is het zo belangrijk dat je met energie naar huis gaat, ook al heb je keihard gewerkt. En dat is wel cruciaal. Dan zal je tegen grenzen aanlopen wat helemaal niet erg is. Kijk, op het moment dat je tegen je grens aanloopt, dan maak je direct daarna ook weer een step-up. Maar ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Zorg ervoor dat je doet wat je leuk vindt, dat je je hart volgt. En dat je ook een circle of support om je heen organiseert. Dus uiteindelijk begint het ook voor vrouwen aan de keukentafel. Hoezo word ik altijd gebeld als ik een ziek kind had? Hoezo moeten we altijd op dinsdagmiddag om 2 uur naar de voorstelling van school kijken? Hoezo kan dat niet 's morgens om 9 uur? Dus dat gesprek aan de keukentafel met je partner, dat gesprek aan de keukentafel, of dat gesprek op school door het gewoon uit te spreken, doe dat ook. Maak het wat makkelijker voor jezelf. Niet alle typisch vrouwelijke dingen of dingen die tot het domein van vrouwen horen weg te moffelen. Nee. Ik vind dat wel heel sterk. Ik herken dat ook heel goed. Ja, het is er niet, want het wordt niet over gesproken. Ja, of, hetzelfde is ook dat vrouwen met een lagere stem gaan praten. Dat is ook wegmoffelen. Ja, klopt. Ja, want dan wordt het... Maar dat werkt, blijkbaar. Dus dan denk je heel instrumenteel. Ja. En dan gebruiken vrouwen dat. Ja. Maar het is toch wegmoffelen. Ja, nee, dat klopt. Ja, dus gewoon... Ga vanuit je eigen kracht en zie dat het ook nodig is. Ja. Ja.
Dankjewel Saskia, ja, fijn dat je er was. Ja, leuk om het te doen. Dank je. Dit was de Kitty Koelemeijer podcast. Als je dit gesprek interessant vindt, like dan deze aflevering en abonneer je op mijn kanaal. Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door Hansjo, wereldspeler op het gebied van de ontwikkeling en productie van geïntegreerde elektronische schaplabels en digitale winkeloplossingen.